groot deel van de bewoners is verstoken van eerste levensbehoeften. Hurricane Irma ripping through the Caribbean, bringing death and destruction and leaving thousands homeless. It was heart-wrenching, absolutely devastating. Des scènes de chaos pour un petit paradis qui sort tout juste de l'enfer. Noodhulp, waar de eilandbewoners al dagen op wachten, blijft nog uit. Beelden van de ravage op het eiland, gemaakt door de bewoners, laten zien hoe groot de schade is. Een ramp van ongekende omvang. Zeker de bedoeling om Sint Maarten samen in Sint-Maarten-staties te bezoeken. It has been described as an enormous catastrophe. Houses without roofs, pleasure boats on land. Op de bovenwindse eilanden in de Antillen zijn 2 doden gevallen. We laten Sint Maarten niet in de steek. Ja, we laten Sint Maarten niet in de steek. Dat kan natuurlijk door geld over te maken aan Giro 5125 van het Rode Kruis. Dat doen al heel veel mensen. De teller staat op 850.000 euro. Maar daarnaast zijn er in ons land talloze kleinere initiatieven ontstaan om de mensen op Sint Maarten te helpen. We laten Sint Maarten niet in de steek. Het is niet tegen dovemans oren gezegd. Aan tafel 6 mensen die hun schouders eronder gaan zetten.